allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik vandaag weer een shop met mijn video voor jullie. Ik ben namelijk, zoals je zag aan de titel, naar de Van Haren geweest. Ik had vorig jaar, of meer dan zelfs een jaar geleden, daar laarzen gekocht. En die draag ik letterlijk elke dag. Natuurlijk in de zomer even een pauze, want dan was het te warm ervoor. Maar het zijn / waren mijn favoriete laarzen. Want ze vallen namelijk helemaal uit elkaar. Ze zijn super geliefd geweest. Dus ik wilde terug naar de Van Haren om te kijken of ze leuke laarzen hadden. En gewoon even kijken wat ze hebben. Ik was wel erop uit om eigenlijk weg te gaan met een paar, omdat de laarzen die ik nu heb zo uit elkaar vallen. Dus het leek me leuk om eens een keer wat nieuws te proberen met deze shop met mijn video's. En jullie gewoon een keer mee te nemen naar hoe ik schoenen winkel. Dan zie je ook meteen wat er in de Van Haren is op dit moment qua meer herfst winterschoenen. Dus ik heb aardig wat gefilmd. Ook verschillende schoenen die ik ook daadwerkelijk aanpas. En ik ga jullie gewoon met een voice-over vertellen wat ik ervan vind. Voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet er vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier op dit kanaal aan het doen ben. Met dat gezegd, we hebben nog één dingetje. Ik ben naar de Van Haren geweest in Arnhem. Mocht je geïnteresseerd zijn, maar heel veel van deze schoenen zijn ook gewoon op hun website te vinden. Dus laten we nou beginnen. Nou, hier zijn we dan bij de Van Haren. Deze is dus in Arnhem en hij is laatst helemaal verbouwd. Er is nu ook een extra kindergedeelte bij. En aan de buitenkant worden we eigenlijk al begroet door alle herfst- en winterlaarsjes. Dan zie je hier eigenlijk allemaal laarsjes die ze hebben. Het viel me op dat ze best wel veel zwart hadden, wat ik heel erg fijn vond, want ik was op zoek naar zwarte laarsjes. Deze vond ik heel erg tof uitzien met die twee gespjes. Het viel me op dat ze heel veel dingen met studs hadden en riempjes, gespjes, Je ziet wel echt dat dat helemaal weer terug is gekomen. En ik vind dat er zelf echt heel erg tof uitzien. En zoals ik al zei, heel erg veel zwart. Dan zie je ook heel veel deze met die pareltjes. Die zie ik ook bij de Primark en New Yorker en zo. Maar ik ben er zelf niet zo'n grote fan van. Deze vond ik heel erg tof. Hier kreeg ik echt Dr. Martin stijl van. Die schoenen. Vrij simpel, maar ik vond ze wel heel erg tof. Dan deze vond ik echt geweldig. Ik weet dat je moet ervan houden, maar die zool. Oh mijn god. Ik kreeg echt een beetje die Japanse vibe van. Hun hebben vaak zulke gekke schoenen. Ze hadden ze dus ook in het zwart. Alleen de witte was dus mat aan de bovenkant. Dat was het grote verschil. Maar ze hadden echt veel meer creeper stijl schoenen. Deze vond ik een beetje lijken op die van Puma. Ik had eigenlijk geen gimpen nodig, maar ze had echt zoveel leuke gekke veters. Met een leuk printje erop. Dus als je naar de Van Haren gaat en je hebt nog creepers of gimpen nodig, ze hebben echt hele leuke opties op dit moment. Dan bij de lange laarzen, en dat viel me eigenlijk ontzettend tegen. Er waren echt heel weinig verschillende soorten. Deze vond ik ook heel erg mooi. Nu ik deze video aan het editen ben, bedenk ik me dat ik deze niet heb aangepast. Ze hadden gewoon zoveel opties dat je heel snel over dingen heen kijkt, vind ik zelf, in de winkel. Hier zo had je nog wat lange laarzen. Ik vond de opties ook niet heel erg tof. Deze vond ik heel erg mooi op de hoek. Die ga ik zo ook aanpassen. Ze hadden heel weinig opties en heel veel daarvan hadden best wel hoge hakken. En ik hou daar zelf niet van, want ik wil het graag elke dag dragen.
Dus ja, ik hou er niet van om elke dag op hakken te lopen. Dit waren de enkellaarsjes met hak. Dan ga ik deze laarzen aanpassen. Ik vond ze heel erg mooi. Maar ze hadden dus best wel een flinke hak eronder zitten. Ik hou daar gewoon niet van elke dag. Maar ik vind hem prachtig aan. Ik wou hem wel gewoon even aan jullie laten zien. Vind je het nou niet erg om elke dag op hakken te lopen? Vind ik dit wel echt een hele mooie optie. En ook helemaal niet duur. Dan deze vond ik ook heel erg tof. Deze was nu van de Top Deal. Die staat ook op hun site helemaal bovenin. Meteen kan je erop klikken. Dus die was nu €50 in plaats van 60. En helaas, toen ik hem aan had, ik vond hem er heel leuk uitzien. Maar hij viel heel erg wijd uit. Je ziet het niet echt als ik het zo film. Maar ik heb hele smalle voeten. En deze viel vrij wijd uit bij mij. Dus ja, dan vliegt mijn voet er zeg maar een beetje los in. En dat loopt niet lekker. Dan heb ik deze die een beetje op die Dr. Martin-achtige schoenen leken. En ik vond deze zo tof. En ze hadden, dat zag ik later pas, dat Love Love op de achterkant. Echt geweldig. Maar toen ik het aandeed, viel het wederom tegen. Het zag er leuk uit. Maar bij deze, ja, liep ik gewoon op de vloer. Dus ja, er zat gewoon niks in. Qua steun. Dan ja, ga ik het toch maar proberen. Ik vond ze zo ontzettend vet. Ik hou van gekke schoenen. En ik heb deze laarzen. En deze vond ik echt prachtig. Maar ze hadden dus ook wel een hakje. Deze waren nu ook van 60 naar 50. Van diezelfde Top Deal. Hier heb je hem aan. En ik vond ze echt heel erg mooi. Alleen bij mezelf zat ik heel erg van, ik heb laarsjes nodig die ik elke dag ga dragen. En ik zat heel lang te twijfelen hoor. Maar ik heb het toch maar niet gedaan. Ook al vind ik, als ik het nu terugkrijg, denk ik, had ze genomen. Ook al was het maar voor een paar dagen. Plus, ik heb nou die rare gimpen aan. Ze liepen zo ontzettend lekker. Ik ben er helemaal de winkel mee doorgelopen. Dat doe ik altijd met schoenen die ik tof vind. Dan kun je echt even kijken van hoe loopt het. En hoe voelt het als ik ermee loop. En ik vind ze echt super tof. Maar dit ben ik ook die erover na aan het denken is. Ik heb ze eigenlijk helemaal niet nodig. Hier heb ik van allebei één aan. Ik vond ze allebei heel erg tof. Dus ik zat even te kijken en te overwegen. Ik wist het niet, dus ik ga nu eventjes de gimpen voor jullie filmen. Dit zijn hun Adidas en op een gegeven moment Nike gimpjes. Daar hebben ze best wel wat van. Dus dat is ook het bekijken waard bij hun, vind ik. Dan heb ik deze van het begin die ik heel erg tof vond. Ze hebben van die riempjes, maar die werken ook echt. En daaronder moet je de strik doen. En deze zaten super. En er zat best wel wat steun in. En ik vind ze echt heel erg stoer eruit zien zelf. Dus bij mij betekent dat dat ik ze allebei aan doe. Dan weet je dat ik ze leuk vind, dan trek ik ze allebei aan. Weer een stuk ermee gaan wandelen, want dan voel je echt hoe die zit. En dan ben ik geslaagd. Yeah. Maar ik ging dus terug met deze tas. Met de laatste paar laarzen die jullie zagen. Ze waren €40 en ik ben er echt heel erg blij mee. Het zijn niet de lange laarzen die ik eigenlijk wilde. En ik had eigenlijk ook nog eens heel erg mazzel. Want ik was in het begin voornamelijk bezig om voor jullie te filmen. En deze was ik eigenlijk vergeten. Want deze stonden helemaal aan het begin van de winkel. En eigenlijk niks werkte. Dus ik was ontzettend teleurgesteld dat ik geen laarsjes had gevonden. En toen wou ik de winkel uitlopen. En toen zag ik deze staan. En toen dacht ik, oh ja, die vond ik hartstikke leuk. Dus ik heb die aangepast. Ik ben hier heel erg fan van. Dit zijn ze dus geworden. Ik vind ze super tof. Ik heb vaker in dit soort, ja, met veters, laarsje gehad. Ik vond de zijkant, de gespjes, heel erg tof. Aan de voorkant gaat hij er dus ook echt overheen. De gespjes zijn niet voor de sier. Dat probeerde ik duidelijk te maken in de video.
Maar op een gegeven moment was het heel erg druk in de Van Haren. Dus ja, sommige dingen heb ik wat sneller gefilmd dan dat ik normaal zou doen. Maar deze gaat er dus echt overheen en daaronder zitten de veters. Dus je kan hem losmaken. Ja, je hoeft bij deze schoenen het maar één keer eigenlijk goed vast te doen. En dan kun je ze gewoon daarna iedere keer met de rits aandoen. Wat ik geweldig vind, want ik hou er niet van om elke ochtend te moeten strikken. Ik heb zin om ze te gaan dragen. Ik vind ze echt, echt heel erg tof. Ik zal trouwens deze schoenen hieronder linken, mocht je geïnteresseerd zijn. Maar nu komt er een plot twist. Namelijk die gimpen waar ik ja, een beetje die Japanse-achtige stijl van kreeg. Kreeg ik maar niet uit mijn hoofd. Ik had ze zoals je zag aangepast. Op een gegeven moment had ik ze ook allebei aangedaan. En dan weet je eigenlijk dat ik ze heel erg tof vind. Want dan vind ik het de moeite waard om allebei mijn schoenen uit te doen. En ja, die moeite doe ik alleen voor schoenen die ik echt leuk vind. Ik heb er een hele tijd mee door de winkel gelopen. En ze liepen zo ontzettend lekker. Ik hou heel erg ook van creepers en iets met een grote plateau, platform, zol. Dus toen ben ik op internet gegaan. En hier komt meteen een verhaal bij. Want ik heb hier niet één paar, maar twee paar. Ik had ze namelijk besteld op de website, gewoon een maatje 39. Ze komen bij mij thuis. Ik word super enthousiast van deze doos. Ik maak hem open. Ik wil de schoenen aandoen meteen. Toen ik ze binnenkreeg, dacht ik, ja, ik doe ze vandaag aan. Toen wist ik dat ik het goede besluit had genomen om ze toch maar online te gaan bestellen. Want ik kon er gewoon niet stoppen met denken aan deze schoenen. Dus ik probeerde ze aan te trekken en toen waren ze veel te klein. Ze hadden dus een veel kleinere maat naar mij toegestuurd, terwijl ik gewoon echt een 39 had besteld. Dus dat is deze doos. Maar op een beetje rare manier ben ik er blij mee dat dat eigenlijk is gebeurd. Want hierbij kon ik ook eigenlijk de klantenservice van Van Haren uittesten en aan jullie vertellen voordat je op internet bestelt. Dit is dus in geen enkele manier gesponsord, maar naast dat de site gewoon makkelijk werkte, ja, ging er dus wat mis. Ik heb gebeld met de klantenservice en eigenlijk meteen zeiden ze sorry en die vrouw heeft meteen een nieuw paar naar me toegestuurd. En ja, de volgende dag had ik het al in huis. Ik belde in de middag en 's ochtends vroeg de volgende dag had ik al het goede paar in huis. Retour sturen is dus ook heel erg makkelijk. Je krijgt gewoon een sticker in de doos die moet je opplakken. En dan kan je hem wegbrengen bij een PostNL-punt. Is op hun kosten. Überhaupt trouwens is het altijd gratis verzending op hun website, wat geweldig is. Dus echt gewoon ja, heel erg blij met hun klantenservice. Dan weet ik dat ook en dat kan ik ook met jullie delen. Stel, je koopt schoenen toch online en je trekt ze aan en ze zitten niet lekker of iets dergelijks. Is het dus wel echt een hele makkelijke ja, klantenservice. Ze zijn heel snel om problemen op te lossen en je te helpen. Dus dat is een heel groot pluspunt naar mijn mening. Want tegenwoordig zijn er ook heel veel websites die dat niet doen. Maar hier heb ik dan dus het goede paar toegestuurd gekregen. Ik ga ze zo meteen aandoen. Ik weet het, je moet ervan houden. Maar zoals waarschijnlijk aardig wat van jullie weten, ik hou wel een beetje van wat geks, wat lekker even anders. Deze had ze dus ook in het wit. En die had een matte bovenkant. Deze is wel shiny. Maar jullie krijgen alleen maar voorbeelden. Want daar zo hadden ze een felle spot bij de spiegel. En hier met die lamp, ja, met mijn ringlamp maakt het ook best wel heftig. Hij glimt niet zo erg als dat het iedere keer lijkt met al die lampen erop. Maar het is wel een beetje een heftige schoen met die dikke zool. Maar echt waar jongens, ze lopen zo lekker. En ze zijn maar 35 euro. Ze hebben ze dus ook in het wit, mocht je daar meer van houden. Ik weet gewoon dat ik de zwarte meer zal dragen. Maar ja, ze zijn gek. Maar ik hou van gek. Dus ik ben er heel erg blij mee. Iedereen kan zijn mening hierover hebben. Maar ik ga erop lopen. Dus ik moet er blij mee zijn. Dus dat zijn deze. En ik moet zeggen, ze hadden meer gekkere schoenen. Wat ik echt geweldig vond. Ik hou heel erg van de wat gekkere ja, schoenen. Wat net wat anders. En ze hadden echt meer van die dingen. Dus ik vind dat Van Haren echt goed bezig is op het moment. Dus ik heb niet één, niet twee, eigenlijk drie paar. Maar die andere moet ik nog wegbrengen. Maar ik heb twee paar gevonden. Terwijl ik er eigenlijk maar één wil kopen. Nou moet ik zeggen dat ze allebei vrij goedkoop waren. Want ik heb ook laarzen aangepast daar zo van 80, 90 euro. Van hun wat duurdere lijn die ze verkopen. Maar het was het allemaal niet. Ik voelde het niet, jammer genoeg. Ik ging die winkel uit en ik heb non-stop gedacht aan deze schoenen. Dus toen daarna een paar dagen later heb ik ze meteen besteld. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties. Je kan een fanaccount maken. Je kan fanart maken. Maakt eigenlijk niet uit als je mij maar opvalt.
opvalt op een positieve manier. En wie weet zie je jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!